Ja, nog even over die Joost Klein, hè? Want ja, dat houdt dus kennelijk toch Nederland nog heel erg bezig. Ja. En we doen ook niet van alles, vervelen we ons maar. En het is toch ook entertainment allemaal. En allemaal niet zo serieus nemen, vrienden. Maar toch, kijk, ik heb even snel een peiling gedaan. Even, ja, onder de volgers van YouTube. Ik zei, nou, is Joost Klein nou terecht gedisqualificeerd, ja of nee? Nou, en wat zegt ja? Zegt 45%. Die zeggen ja, hij is er terecht uit. 55% zegt nee. En die, ja, die gaan af op dat verhaal natuurlijk van die Avro Tros. En die zegt van ja, hij heeft alleen maar een soort beweging gemaakt naar de camera. En dat was het dan. Maar, ja, de EBU zegt, hallo, wij horen van die cameravrouw een heel ander verhaal. En dat verhaal kennen we nog niet. Maar eigenlijk, en iedereen zegt dat ook tegen mij. En zegt, ja, hoe kun je nou al wat zeggen als we nog niet weten wat er precies gebeurd is? Dat doet niet ter zake, vrienden. Nee. Waar het om gaat is, in zo'n geval is, je moet niet in die situatie terechtkomen. Daar gaat het allemaal om. Je moet niet de EBU de kans geven om jou te kunnen disqualificeren. Daar gaat het om. En dat is hier wel gebeurd. Want er is natuurlijk wat gebeurd. Ja, en dat moet nou juist niet als je aan zo'n evenement meedoet. Ja, want daar heb ik me dus ook enorm over verbaasd. En nog steeds. Dat hij dan zegt, of dat de mededeling was, hij wilde niet gefilmd worden. Hij wil niet gefilmd worden, de Joost. Wat zijn dat voor een sterrenlures? Je doet mee aan een tv-evenement. De grootste van Europa. TV-evenement. In die hal waar hij is, waar dat allemaal zich afspeelt, er staan ongeveer 100 camera's. Op elke deurknop, of wat dan ook, zit een camera. En dan zegt hij, ik wil niet gefilmd worden. Als je dat niet wil, dan moet je niet meedoen aan zo'n evenement. Dan moet je daar niet komen. Kijk, was hij gefilmd op straat daar in Malmö of bij het hotel en hij had gezegd, nou even niet. Dat begrijp ik, dat kan ik snappen, dat volg ik. Maar niet in die hal, want die mensen die willen gewoon alles filmen en klaar. En daar heb je dan maar aan mee te doen. Of je doet mee aan het circus of je blijft thuis. En dan ga je gewoon verder, weet ik veel, in een discotheek in Dokkum. Doe je Europapa, klaar. Daar heb je nergens last van. Maar nee, hij wil toch meedoen aan zo'n groot evenement. Nou, pas je dan aan. Daar gaat het om. En dan hebben we nog de zaak. Coronal, hoe heet die? Cornald of Coronal. Nou ja, whatever, de Maas. En die, ja, die kwam eventjes, want die is daar namens de Nederlandse delegatie, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, die hoort bij de NPO en die is Avro Tros en doet commentaar en is eigenlijk onderdeel van de Nederlandse delegatie. En wat gebeurt er? Die zegt dan, en ja, daar gaan we weer, Nederland op zijn slechtst, F de EBU. Dat zegt hij, F de EBU. Nee, wat is dat nou weer voor een onfatsoen? En in Nederland vinden ze dat dan normaal. Dat is een stoere taal. Ja, kijk, ons eens even stoer vertellen wat wij van de EBU vinden. Ja, en niemand, ik heb niemand gehoord, ook niet in de kranten, op tv, die hebben gezegd, maar dat kan toch ook niet, dat je dat soort dingen zegt? Nee, dat is toch buitengewoon onfatsoenlijk. Ja, maar het woord fatsoen, ja, dat kennen het Nederland niet meer. Dat staat in geen enkel woordenboek meer. Dat zijn we helemaal kwijt, dat begrip. En dat zie je dan ook terug in zo'n commentaar van die Coronel Maas. Dat is werkelijk belachelijk gewoon. Nou ja, vrienden, in ieder geval, dit wou ik nog maar eventjes kwijt over onze Joost Klein.